We rijden de laatste tijd aardig wat kilometers op de redactie met de Seat Leon. En dat komt omdat we een duurtest hebben rondrijden. Dat is een 1.6 TDI Ecomotive. En dat is een hele fijne en vooral heel zuinige auto. Nou, daar ga ik vandaag eens lekker niet over hebben. Want naast die politiek en economisch correcte Ecomotive is er nu ook de Experience. En dat is een heel andere auto. Je ziet natuurlijk meteen al aan de buitenkant bodypanels en dat soort dingen meer. Het is een opgeruigde Leon ST en dat zien we natuurlijk wel vaker. De All Roads, de All Tracks, de Cross Crunchies, noem ze allemaal maar op. Heel vaak, lang niet altijd, maar wel vaak is dat meer show dan wat anders. Maar dat is bij deze auto niet het geval. Het is wel degelijk een echte 4x4 dit. En ik zeg met nadruk dit, want deze auto komt later dit jaar ook als voorwiel aangedreven versie. Ja, trouwens, echte 4x4 gaat ook misschien een beetje ver, want het is natuurlijk in de basis een voorwiel aangedreven auto met een Haldex-koppeling die alleen als het nodig is kracht naar de achterwielen stuurt. Daarnaast heeft hij ook op voor- en achteras een elektronisch sperdifferentieel en dat zorgt dan weer voor bijvoorbeeld dat wanneer je in de blubber zit en een van de wielen begint door te slippen, dat het afgeremd wordt, zodat de kracht daar niet weglekt. Is het dan een sportieve auto? Nee, dat dan weer niet. Hij is met name in de besturing is hij erg afstandelijk en licht. Het echte die experience, jawel, leuke woordschap. Dat mis je een beetje in deze auto. Maar het is wel een hele fijne, comfortabele snelwegsoever. En waar je ook in het dagelijks gebruik veel profijt van hebt, is het interieur van deze auto. Want ja, kijk om je heen. Het is allemaal net wat luxer, wat rijker uitgerust dan de meeste Leons. En heel bijzonder is deze Alcantara bekleding. Hij is niet standaard op de auto, je moet hem wel bijbetalen, maar hij is wel exclusief voor de Experience. En dat maakt hem echt een stuk rijker, echt niet één, maar twee klasses hoger. Ziet er echt top uit. Dat kan onder omstandigheden natuurlijk hartstikke handig zijn, maar wat veel leuker is in het dagelijks gebruik is die motor. Want wat ik zeg, het is bepaald geen spaardertje. Het is gewoon een lekkere, dikke 2 liter TDI met 184 pk. Hij is ook met 150, maar dit is de dikste. En dat is een hele fijne motor. Hij is heel soepel, heel krachtig. Hij is wel heel rumoerig hoor. Je hoort hem heel duidelijk van binnen en dat is een beetje, dat bederft de pret een beetje. Maar ja, hij is ontzettend krachtig. Bovendien is hij gekoppeld aan deze 6-traps DSG. Nou, dat is bij deze motor standaard. Ja, en over die DSG hebben ze in het verleden meer dan genoeg gezegd. Dat is gewoon top en dat maakt het pretpakketje echt compleet.